Wij doen, wij werken hier dan voor jonge tienermoeders. En dan wanneer wat we met hun haar wouden doen, dat doen wij dan voor hun. We wouden de een hebben geknipt, de ander gewoon gekruld. En eentje wou een pony, dus hadden wij even een pony geknipt. En wat ze zelf wouden, konden wij doen. Feunen, knippen, alleen de kleuren niet. Maar op zich, ze waren wel erg tevreden met wat we deden. Wat komt het ZGT hier doen op de slingerbeurs? Wij komen hier al jaren en... Wij bieden, dag Karen, hey, dat is een collega van mij. Ja. En we zijn een groot bedrijf natuurlijk in het Almeloos, ook in Hengelo. Hè, zet ik deze op beide locaties. Ja. En we zijn bij beide slinger aangesloten. En dat hoort een beetje bij onze maatschappelijke verplichtingen, vinden wij. Wij staan midden in de maatschappij. En wij willen ook wel wat terug doen aan die maatschappij. En dan zijn wij een heel groot bedrijf. En we kunnen ook heel wat betekenen, denken wij. Los van ons primaire proces, dat we heel veel mensen beter maken. Ik ben de nieuwe voorzitter van de Slinger Almelo. Hoe bevalt dat? Dat bevalt goed. Ik ben vorig jaar bestuurslid geworden. En we hebben een vrijwel nieuw bestuur. Omdat vanwege leeftijden, je mag een aantal jaren bestuurslid van de Slinger zijn, zijn er een aantal nieuwe bestuursleden bijgekomen. We hebben een nieuwe projectleider gekregen in Juliette Vrijhoeven. Die is fors aan de slag gegaan met heel veel nieuwe vrijwilligers. En de vrijwilligers die vormen een fundament voor de Slinger. En vandaar dat we een hele mooie slingerbeurs weer hebben vandaag. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam bij het ROC van Twente. Ik mag directeur zijn van een mooi mbo-college voor management en organisatie. Met secretariële, financiële en juridische opleidingen. En wij willen graag onze diensten aanbieden aan allerlei maatschappelijke organisaties. En dat in de vorm van gastdames, rondleidingen hier in ons prachtige ROC. Wij willen ook helpen in de organisatie. Allerlei activiteiten. Onze studenten moeten op jaarbasis 60 uur aan buitenschoolse activiteiten doen. En dan is dit natuurlijk een prachtige manier om aan opdrachten te komen. De Slingerbeurs is voor ons ieder jaar weer een groot succes. En het comité van aanbeveling heeft deze genomineerden voorgelegd gekregen. En zij hebben besloten dat er dit jaar één winnaar is. En dat is de Groene Taxi. En de Stichting Zomerschool. Van harte gefeliciteerd.